Wauw, dit wordt een warme dag. Vooral voor een meisje als Sue. Want het is een schoonheidsdag. Een perfecte kans om iedereen te laten zien wat een lekker ding ze is. En te wedijveren met haar koude vriendin Polly. Hey, sta op, lui kind. Het is schoonheidsdag. Geen denken aan. Ice moet winnen. Eerst zal ik mijn haar in model brengen. Laten we de haardroger aanzetten. Oh, dat is een interessant effect. Drogende sneeuw. En laten we nu het haar krullen op ijspegels. Dat is een geweldige lifehack. Het werkt vrij goed. Laten we dan maar gaan. Oh nee, het resultaat van de cryokrullen is verontrustend. Dit is een ramp. Ik moet naar een professional. Sue is ook niet zo blij met haar haar. Het is voor haar echter makkelijker om met haar haar om te gaan. Want haar vingers worden heet als een steltang. Woesh! En ze is klaar. Geen gadgets nodig. En de kleur is perfect voor een heet hoofd als zij. Wauw, wat is dat? Kokende lava. Kun je raden waar het voor is? Het is het beste waxproduct ooit. Het is snel, handig en effectief. De gloeiend hete lava doet niet eens pijn. Natuurlijk, want Sue is gemaakt van vuur. Maar Polly kan het niet gebruiken. Daarom koos ze voor waxen met vloeibaar ijs. Oh, kippenvel. Dat moet wel heel erg koud zijn. Maar dat is geen probleem voor Polly. Perfecte gladheid. Nu is het tijd voor een manicure. Sue geeft de voorkeur aan rode nagellak. Warme kleuren zijn haar favoriet. Maar dat is duidelijk. Ze heeft geen UV-lamp nodig om haar nagellak te drogen. De UV-stralen van haar hand zijn voldoende. Het komt echt van pas. Polly heeft hier een hele collectie. Poetsmiddelen, nagelveldjes. En ijspegels. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Een beetje vorst erop. Perfect voor een sneeuwkoningin. Ze moet pronken aan haar vriendin. Wauw. Slecht idee. Sue's handen zijn te heet. Oh nee, Polly's ijskoude vingernagels staan op het punt te veranderen in een warme plas. Oh nee, Sue, je hebt mijn manicure verpest. Het is tijd om mijn make-up te doen. Een ijsblokje zal mijn huid een lichte ijzige blos geven. Het lukt al aardig. En Sue pakt een stukje houtskool. Dat is de beste manier om eyeliner te doen. Haar make-up ziet er geweldig uit. Maar wat dacht je van de krachten te bundelen? Dat is een geweldig idee. Zwarte eyeliner voor Polly en roze gewangen voor Sue. Wauw, fantastisch resultaat. Klop, klop. Mag ik binnenkomen? Een werkplaats van een lasser? Wat doet Sue hier? Het is duidelijk. Ze besloot een tatoeage te nemen van een lasapparaat. Ze is opgewonden. Het is een beetje pijnlijk, maar niet al te erg. Oh, de vonken vliegen in het rond. Zoveel rook. Maar Sue vindt het resultaat prachtig. Polly wil ook een tatoeage. Dus gaat ze naar een gewone tattoo shop. Ik wil iets kleins en moois. Je hebt het. Brrr.
Wacht eens even. Het wordt hier zeker kouder. Een koud meisje tatoeëren is moeilijk. De tatoeëerder probeert zo warm te blijven als ze kan. Ze moet handschoenen aandoen. En ze heeft het nog steeds heel, heel koud. Wel, het is eindelijk klaar. Wauw, dit is zo gaaf. Ik vind het prachtig. Hier, dit is voor jou. IJs in plaats van geld. Denk je dat ik nog niet koud genoeg ben? Dat is heerlijk. Oh nee, Polly, wat is er mis? Het is een puistje. Maak je geen zorgen. Het is niet het eind van de wereld. Ik kan het dichtschroeien. Als je maar niet overdrijft. Oeps, het kleine puistje veranderde in een vlammende vulkaan. Dat is nu een echt probleem. Nou, dat is niet erg. Ik kan een schoonheidsbevriezing doen. Daar gaan we dan. Ik heb de dag gered. Drink je gewoon water? Dat is niet interessant. Maar Polly heeft magische lippenstift. Die water verandert in een zoetblauw drankje. Daar, nu is het drankje perfect voor mij. En hier is Sue. Ze heeft ook wat lippenstift. Doe het op je lippen. En maak toast met één aanraking. En een handtekeningafdruk. Je kunt zien dat ze met liefde gemaakt zijn. Je kunt geen beautydag hebben zonder massage. Polly is in een goede bui, maar de masseur doet iets verkeerd. Nou, hij kan helemaal niets doen. Haar huid is erg koud. Het is ijskoud. Warme handschoenen schieten te hulp. Polly vindt het nu niet fijn. Het is te warm. Je zult ijsblokjes moeten gebruiken. We hebben medelijden met de masseur. Polly daarentegen amuseert zich kostelijk. Brrr. Daar komt de volgende klant. Welkom. Au! Deze temperatuurverandering is te plotseling. Je kunt beter voorzichtig zijn en de bank met folie bedekken. Nu kun je gaan liggen. Maar Sue houdt niet van dit soort massage. Zijn vingers zijn te koud. De masseur weet al wat hij moet doen. Houtskool. Dat is de perfecte oplossing. Dit is het soort massage waar Sue echt van houdt. Het is zo lekker. Een zacht briesje helpt om de houtskool brandend te houden. Trouwens, is dat niet een geweldig idee? Wat dacht je van een barbecue? Ga nergens heen. Ik moet naar de winkel voor boodschappen. Heeft de huid onder je ogen wat aandacht nodig? Sue's antwoord is chilipeperpleisters. Het pittige effect zal haar bloedsomloop verhelpen en de huid verstevigen. Ontspannend. Wat is Polly aan het doen? Ijspadjes? Heel creatief. En waarschijnlijk ook lekker. Mag ik er een paar hebben? Dankjewel. Oh, dat is verfrissend. Vond je onze nieuwe video leuk? Welke levensstijl vind je lekkerder? De koude of de warme? Vertel het ons in de comments. Geef deze video een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje. Mis geen nieuwe sketches over koude en hete meisjes op Troom Troom Wow.